De volgende stap is dat Lars eigenlijk het dichte kratje in gaat stappen. Lars gaat ook meteen zitten. Dat is super knap, maar dat zullen ze zeker niet allemaal altijd doen. Dus normaal gesproken beginnen we met eerst staan in het kratje, dat belonen. Gooi je het voertje er weer uit en daarna ga je, als de hond echt zich helemaal op zijn gemak voelt in het kratje, vragen of hij in het kratje wil gaan zitten. Lars heeft nu een leuk momentje, want Lars denkt namelijk zelf, als ik nou eens een mindere uitvoering doe, als ik er nou niet helemaal instap en ik ga niet zitten in het kratje, krijg ik dan ook mijn klik en mijn beloning? Nou, het antwoord daarop is dus nee. Dus Minna wacht rustig af, geeft hem de kans om zichzelf te herstellen, maar gaat hem zeker niet klikken en belonen voor minder gedrag op het moment dat hij eigenlijk al meer heeft laten zien. Heel goed, Lars, dat was de goede keuze. Minna reset hem weer door een voetje eruit te gooien. Kijk, en Lars heeft net ontdekt dat die mindere uitvoeringen me dus niet ging brengen waar die zijn wilde. Dus de keuze om nu weer te gaan zitten in het kratje is dan dus eigenlijk heel logisch van hem. Super gedaan.